Als topsporter werk jij elke dag toe naar je doel. Vol toewijding en door hard te trainen. Deze gedrevenheid is zeker een goede eigenschap om te hebben, want binnen de topsport, en vaak ook daarbuiten, gaat het om presteren en doorzettingsvermogen. Dus werk je aan alle aspecten die worden geassocieerd met je prestatie. Je traint, je herstelt, je eet en je gaat op tijd naar bed. En je zorgt ervoor dat je een ideaal gewicht hebt. Want door deze combinatie ben je steeds sneller en spring je steeds hoger. Je wil altijd meer, altijd beter, doorzettingsvermogen, discipline, een hoge pijngrens en perfectionisme. Samen zorgen deze typische karaktereigenschappen van een topsporter ervoor dat je altijd het beste van jezelf wil geven en niemand wil teleurstellen. Goede prestaties gaan hand in hand met een optimale balans tussen voeding, training en gewicht. Een vriendelijke stem in je hoofd helpt daarbij en geeft aanwijzingen. Het is een soort denkbeeldige vriend. Eet dit wel, eet nu niet, sla dit eens over. Je volgt de adviezen en het werkt allemaal prima. Het gaat heel lang uitstekend en samen met je vriend maak je progressie. In de loop van de tijd worden deze adviezen steeds een beetje extremer. Je gaat je verplicht voelen om aan de wensen van de stem in je hoofd te voldoen. Op een gegeven moment lijkt het alsof de stem in je hoofd de volledige controle heeft en je zelf niets meer hebt te zeggen. Je bent de controle kwijt. De vriendelijke stem is nu niet meer zo vriendelijk en zonder dat je beseft is je vriend je vijand geworden. Het begint heel onschuldig. Je slaat een maaltijd over, je focust je meer op het aantal calorieën dat je inneemt en misschien ga je wel koolhydraten vermijden tijdens je training. Of je traint iedere dag toch maar een uurtje langer. Je komt in een visuele cirkel terecht, waardoor je de controle en de grip op de realiteit verliest en je zit niet meer lekker in je vel. Je bent niet meer gelukkig en je kunt niet meer van de prestaties genieten zoals het zou moeten. Eetgedrag varieert van persoon tot persoon en kan door de tijd heen veranderen. Dit soort veranderingen gaan meestal heel geleidelijk aan en kunnen zelfs jaren duren. Het is belangrijk om te weten wanneer eetgedrag normaal en gezond is en wanneer niet meer. In veel gevallen van verstoord eetgedrag ontstaat er een disbalans in de hersenen, waardoor het moeilijker wordt om zelf nog rationele beslissingen over eten te maken. Verstoord eetgedrag kan zich op verschillende manieren uiten. Zo heeft de een enorme eetbuien, terwijl de andere juist heel weinig eet. Maar er zijn ook nog andere vormen. Belangrijk is als je het gevoel hebt dat je de controle kwijtraakt, je dit als een reden ziet om aan de bel te trekken. Er zijn namelijk niet alleen mentale gevolgen. Omdat je niet meer de juiste hoeveelheden voedingsstoffen binnenkrijgt, begint ook je lichaam weer tegen te werken. Wanneer dit langdurig aanhoudt, loop je ook meer kans op ziekte, botbreuken, een verstoorde menstruatiecyclus, oververmoeidheid en een depressie. Geen van deze gevolgen zal helpen bij je prestatie. Integendeel, je kunt minder trainen, je mist wedstrijden en je prestaties nemen af. Het is dus belangrijk dat je met iemand gaat praten zodra je het gevoel krijgt dat je de controle kwijtraakt. Of als je een medesporter ziet waarvan je vermoedt dat hij of zij een kwelgeest heeft die verstoord eetgedrag veroorzaakt. Het aanbieden van hulp en het aanvaarden van hulp is essentieel om deze vicieuze cirkel te doorbreken en praten helpt altijd. Praten is moedig. Herken jij jezelf of een medesporter in dit verhaal en wil je weten waar je terecht kan? Praat er dan over, met een vertrouwd persoon uit je discipline, zoals een arts, een coach, een diëtiste of een psycholoog. Je huisarts, je teamgenoten, vrienden of familie. Of neem contact op met Team NL Mentaal Spreekuur Prestatiegedrag via de link hieronder. Hier krijg je vakkundig en onafhankelijk advies over de volgende stappen die je zou kunnen ondernemen. Wil je gewoon meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan hier waar jij terecht kan.